Even wachten. Ja, want ik heb ontdekt dat mijn video's aanbevolen worden op YouTube. Dat betekent dat ze in het rijtje staan met dingen die je kunt aanklikken. En dan zijn er mensen die dit aanklikken en die denken, ja, pratend hoofd, saai. En die zijn meteen weer weg. Dus 99% van de mensen die mijn video's kijken, die zijn binnen een halve minuut, en dat is ongeveer nu, verdwenen. Dus we zijn onder ons. Jij, zo'n beetje de enige die kijkt, omdat wij op elkaar lijken. We hebben het geduld om naar mensen te luisteren die vertellen over wat ze raakt en heel mooi vinden. En dat vinden we leuk, omdat dat menselijk is. En we zijn niet op zoek naar snel en flitsend. Het gaat vandaag over Kabouterstad. Schilderijen. En over computers. Oh ja, en eerst even een lesje computers. Dit is een beetje boomer verteld over vroeger. Toen er van alles nog niet was. Mijn eerste computer, dat was in de jaren 80. Dat was een Atari ST. En dat was een, dat was in mijn studententijd, een Macintosh, Apple Macintosh clone. Betekende dat je kon klikken op iconen om programma's te starten. En dat je meerdere Windows naast elkaar had. Dit was nog voordat Windows er was. En dat wat ik daar vooral deed was eigenlijk vooral mijn eindscriptie optikken, maar vooral programmeren. Dat vond ik ontzettend leuk. Probeerde de spelletjes die ik had, probeerde ik te programmeren. En het lukte me aardig. Dus, en ja, had toen PC-privéprojecten. Maar dat waren van die logge IBM-bakken met nog, god, hoe heette dat? Nou ja, waar je commando's moest intikken om iets te starten. En dat was helemaal niks, totdat Windows 95 kwam. En toen begonnen ook die IBM-computers er zo uit te zien als die Macintosh. En het lijkt wel of zij Windows hebben uitgevonden, maar dat bestond dus al voor die tijd. En toen werd het leuk, want toen had je een heleboel leuke dingen. En in die tijd, nog voor internet, want internet was heel ingewikkeld, daar moest je een provider voor hebben. En je moest een modem hebben. Nou, in die computer zat dat dan ingebouwd, maar je moest ook nog eens een keer inloggen met je telefoon. Dus, en er zat nog niet zo heel veel op internet. Dus ik heb het over de periode van de computer voor internet. Dat is een 2 of 3, nou, is een aantal jaren geweest. En daar ging het over spelletjes. Ik had kleine kinderen. En ik vond de spelletjes zelf zo ontzettend leuk. En die waren heel simpel. Dat was eigenlijk wijs aan en klik spelletjes. En als je met je muis eroverheen ging, dan zag je waar je kon klikken. En dan kreeg je een kleine animatie met een geluidje. Dat was het dan. Maar die waren zo vreselijk leuk. Weet je, het was als ik kan me voorstellen dat de allereerste foto's of allereerste films of allereerste kijkdozen of, nou ja, het was magisch. Want er gebeurde van alles. En het ging ontzettend snel in wat in de ontwikkelingen. Dus er gebeurden steeds spectaculairdere dingen. Nou ja, spectaculair. Animatietjes dus, die er steeds mooier uitzagen met muziekjes. En een ervan, ik vind het vreselijk jammer dat die programma's niet meer op de huidige computers draaien. Een ervan was Kabouterstad. En dat was zo ontzettend kneuterig. En dat was heerlijk, daar kon je in verdwijnen. En we hebben dagenlang hebben elkaar verteld van, kijk eens hier op klik, dan heb je die. Dus we lieten elkaar elke keer zien wat we ontdekt hadden. En als ik dan thuis kwam van werk, dan kwamen de kinderen met wat ze nu weer gevonden hadden. En dat, het was ook iets wat je samen deed. Dus voor mij heeft dat hele dierbare herinneringen.
En ik kan het dus niet laten zien, maar ik kan er een beetje van laten zien. Want ik heb de kunstenaar die tekeningen heeft gemaakt voor Kabouterstad. Dat is Mitsima Ono. En heb ik teruggevonden. En daar heb ik dit boek van gevonden. Het is een Japanner die ontzettend van Europa houdt. En een reis heeft gemaakt. En die heeft hij getekend. Dat boek heb ik. En ik heb het muziekje van Kabouterstad nog. Dus ik laat dat gewoon even zien. Dat was het dus, die sfeer. En allemaal geluidjes. En er waren verschillende seizoenen. En die hadden allemaal een eigen liedje. En er was één seizoen waarbij de stad overstroomde met heel veel regen. Met een heel dreigend muziekje. En dat vonden de kinderen heel spannend. Want alle huisjes gingen weg. Er was een boerderij waar in de winter niks gebeurde. Maar als je daar in de lente kwam, dan zag je de plantjes groeien. En als je in de zomer kwam of eindzomer, dan werd er geoogst. Je kon winkels in. Er was een magisch seizoen waarin alles een beetje op de kop stond. Er komt een circus een keer langs met allemaal circus. Het was eindeloos mooi. We hebben daar echt wel een heel jaar mee gespeeld. En toen de kleine kinderen weer groter werden, ik weer opnieuw met die kleinere kinderen. Het was zo mooi. En wat het bijzondere is, wat ik probeer te delen hiermee, is dat je daar in zoiets helemaal kunt verdwijnen. En ik had een volwassen versie ervan, waarin ik dat zelf deed. En dat gaat over deze expositie, Langs Velden en Wegen. Het is een hele grote expositie in het Rijksmuseum over een Nederlandse landschapskunst. En daar hadden ze een dvd van gemaakt. En dan kon je door het museum wandelen en op de schilderijen klikken. Je kon ook, als je niet wilde wandelen, gewoon die schilderijen inbladeren. En elk schilderij kreeg een klein verhaaltje. En elk schilderij had 4 details waar ze op inzoomden. En dat is heel mooi, want dan kon je die schilderij van heel dichtbij bekijken. Het waren echt grote vergrotingen. En ook elk detail kreeg weer een klein tekstje. En die man die dat vertelde had een hele mooie stem. En dat was heel fijn om naar te luisteren. En ook daar zat muziek achter. En daar kreeg ik datzelfde gevoel. Ik kon helemaal wegdromen bij al die schitterende schilderijen met die mooie stem daarin. Dat was mijn vlucht. Dit was mijn rust in een hele drukke wereld waar ik heel veel moest. Met banen waar allemaal vreselijke dingen gebeurden die ik heel lang volhield en uiteindelijk niet. Thuiskomen bij mijn kinderen. En genieten van mijn kinderen. Genieten van mijn kinderen samen met Kabouterstad en al die andere grappige leuke spelletjes waarbij je van alles kon ontdekken. En dus in mijn eentje, als de kinderen naar bed waren, ging ik heel graag dat digitale museum in. Met echt
hele schitterende schilderij. Ik hou ontzettend van landschapsschilderijen. Ik ben later... Kijk nou. Hoe mooi. Oh, deze is zo mooi. Dat licht op die schapen. En ik vermoed dat ik nog wel eens eentje ga maken over Singer, mijn lievelingsmuseum. Want die heeft heel veel in de collectie van dit soort schilderijen. En ik ben, sinds ik deze heb, ben ik museums gaan bezoeken. Vooral Singer dus. Om al die schilderijen in het echt te gaan zien. En het mooie is dat je ze dan gaat herkennen van, oh ja, die, jou ken ik. Want dan is er een andere expositie. En dan komen die schilderijen weer terug. En dat is heel leuk om ze weer te zien. Ja, dit is mijn weg dromen. En ik denk, ik weet niet of hoogsensitiviteit daar iets mee te maken heeft. Maar ik kan mijzelf compleet verliezen in de moeite van die werelden. Moeite vind ik een fijner woord als beter dan schoonheid. Ik vind schoonheid een beetje een technisch woord. En het is zo mooi, en mooi vind ik een mooi woord. Dus ik noem het de moeite. En de moeite vind het goed dat ik dat zo noem. En eigenlijk is dat ook waarom ik deze filmpjes maak. Om te delen waar ik helemaal weg van ben. En ik probeer uit te leggen waarom. Maar ik kan dat heel vaak niet. Want het is iets wat in mij gebeurt. Wat in mij, en ik denk dat dat wel hoogsensitiviteit is. Wat in mij van alles raakt. Van alle andere impressies die daar allemaal in zijn gegaan en allemaal iets van bewaard is gebleven. Die worden allemaal geraakt als ik in zoiets verlies. Ik kan er zelfs overprikkeld door raken, omdat het zo vreselijk binnenkomt, allemaal.